Goedenavond, publiek en kijkers thuis, zowel in Nederland als in het Caribisch gebied. Namens het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, het NINSE en Pakhuis De Zwijger, wens ik u allen van harte welkom bij de jaarlijkse Kitty Kottie-lezing. Mijn naam is Britt-Marie van der Drift. Ik werk onder andere als educator bij het NINSE en vandaag ben ik jullie moderator. De Kitty Kottie-lezing vindt jaarlijks plaats op 30 juni in het kader van de Kitty Kottie-maand. Een maand waarbij we stilstaan bij het transatlantische slavernijverleden van Nederland. En natuurlijk de doorwerkingen daarvan in aanloop naar 1 juli Kitty Kottie. De lezing van vanavond zal ingaan op de orale geschiedenis als leidraad voor de omgang met het verleden en als methode om de ervaringen van de doorwerking van de transatlantische slavernij vast te leggen. Welke rol kan orale geschiedenis spelen in het bewerkstelligen van reparations? En waarom is orale geschiedenis zo belangrijk rondom dit thema, het slavernijverleden? De lezing van vandaag zal verzorgd worden door professor Dr. Rosemary Allen. En na de lezing is er ruimte voor vragen vanuit het publiek. De kijkers van de online livestreams kunnen gedurende het programma vragen stellen via een Mentimeter. Dat doe je door naar www.menti.com te gaan en de code 21270251 in te toetsen. De code zal hier af en toe achter mij ook op het scherm tevoorschijn zijn. En vanuit de zaal kan je dus ook op die manier je vraag insturen. Maar je kan ook je hand opsteken en er zal iemand met een microfoon naar je toe komen. Voel je vrij om ook tijdens de lezing dus al de vragen toe te sturen, zodat wij die ook kunnen behandelen tijdens de Q&A. Nou, voordat wij naar de lezing gaan, wil ik eerst de heer Ruben Severina, bestuurslid van het NINSE, aan het woord laten. Hij zal ons meer vertellen over onze gastspreker en de aanleiding van deze lezing. Buonocci, goedenavond. Morgen is het dan 149 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Zie je sommige mensen vreemd naar mij kijken, want het zou 159 moeten zijn. Toch? Oké. Ik heb een prachtig verhaal voorbereid met het verschil tussen de Antillen en Suriname. Suriname heeft staatstoezicht gekend, Antillen hebben dat niet gekend. Dus voor ons is het gewoon 159. Vandaag is het professor Dr. Rosemary Allen die de Kitty Kottie-lezing gaat houden. Professor Rosemary Allen is een auteur, cultureel antropoloog en buitengewoon hoogleraar cultuur, gemeenschap en geschiedenis aan de Universiteit van Curaçao. In 1977 keerde zij terug naar Curaçao om voor het Archeologisch en Antropologisch Instituut van de Nederlandse Antillen, kortweg AINA, te gaan werken. Voor haar proefschrift interviewde Dr. Allen afstammelingen van tot slaafgemaakten op de verschillende eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en, als ik me niet vergis, ook in Cuba. In 1999 richtte zij haar eigen onderzoeks- en consultancybureau Allen Research and Consultancy op en werkte ze als gastdocent bij de Universiteit van Curaçao en was als research fellow betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van culturele diversiteit. In 2021 werd zij benoemd tot hoogleraar cultuur, gemeenschap en geschiedenis, in het bijzonder met betrekking tot het lokale en het Caribisch perspectief aan de Algemene Faculteit van de Universiteit van Curaçao, Dr. Moises da Costa Gomes, University of Curaçao, kortweg. Ik laat jullie met de lezing van Dr. Allen. En als er dan vragen zijn, alsjeblieft, jullie weten hoe die vragen te stellen. Dank. Okay.
Oké, hartelijk dank voor de mooie woorden, Ruben Severina. Allereerst wil ik het NINSE bedanken voor de mogelijkheid om dit jaar de Kitikoti-lezing te houden. En ik heb de titel, of ik heb de lezing, ja, de titel gegeven van een zin uit een interview dat ik in 1987 heb gehouden met Carlos Koeman, die in 1903 was geboren. Ik heb verschillende keren een gesprek met hem gevoerd en iedere keer gaf hij een bijzondere kijk op zijn leven en dat van zijn voorouders. Voor hem was het herinneren van zijn verleden essentieel en haast te vergelijken met de spirituele essentie van het bestaan. In een van deze interviews benadrukte hij dit als volgt. Bono tinku lubidabo principio, botingu cordabo principio, passosibo cordabo principio, botingu consensi guarda. Je moet niet vergeten waar je vandaan komt. Je moet je wortels onthouden. Want als je je wortels onthoudt, heb je je geweten beschermd. Bij hem was het historisch denken ingegeven door de kennis van de voorouders. Juist die stemmen die bewaard zijn gebleven en zelf een spirituele dimensie aannemen, wil ik vanavond laten horen. Het moment hiervoor is in Nederland ook optimaal. Er is in Nederland nu veel aandacht voor slavernij en de doorwerking ervan, zowel wat onderzoek als erfgoedbeleid betreft. Om enkele referentiepunten te noemen, het Rijksmuseum organiseerde in 2021 een slavernijtentoonstelling, daarmee erkennende dat de slavernijgeschiedenis ook een belangrijk onderdeel is van de Nederlandse geschiedenis. Dit wordt evenzeer beaamd met de verschillende stedenonderzoeken, zoals die van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. De onderzoeken van de Nederlandse Bank en de ABN AMRO geven aan dat de slavenhandel en slavernij toch wel diep doordrongen in het financiële web van de maatschappij. Ook de door religieuze instituten voorgenomen onderzoeken zullen interessante dimensie meegeven aan inzichten in het slavernijverleden. Er is kennelijk een verschuiving in het denken over slavernij, van een gebeurtenis die heel lang geleden in het Caribisch gebied heeft plaatsgevonden, ver verwijderd van de Europese werkelijkheid, naar een onrecht waarvan men steeds de diepe sporen merkt in de hedendaagse sociale werkelijkheid. Onderzoek naar het slavernijverleden brengt tevens discussie met zich mee over de methode om dit verleden te achterhalen. Naast de bekende geschreven bronnen wordt oral history steeds vaker genoemd als een methode die de stemmen van de tot slaafgemaakte naar voren brengt. En het was heel bijzonder om 2 weken geleden te vernemen dat het boek van de Surinaamse Nederlandse antropologe Rolien Redmond, getiteld The Dorsons, op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied, dat mede is gebaseerd op orale geschiedenis, de prestigieuze Bruce-prijs heeft gewonnen. En dit laat ook zien dat deze onderzoeksmethode steeds populairder wordt en tevens serieuzer wordt genomen om het slavernijverleden te helpen achterhalen. Mijn ervaring met oral history ving begin jaren 80 van de vorige eeuw aan. Dus jullie weten nu hoe oud ik ben. Ik was net afgestudeerd als antropologe aan de Universiteit van Nijmegen en was te werk gesteld aan het Archeologisch Antropologisch Instituut Nederlands Antillen, het AINA, op Curaçao. Als onderdeel van mijn werkzaamheden begon ik gesprekken te voeren met oudere mensen van de gemeenschap die traditioneel buiten het bestek van de dominante archieven vielen. Ik begon met het afnemen van mondelinge historische interview met Curaçaoënaars boven de 60, met als doel hun levensverhalen vast te leggen
als ook een insider view te krijgen van bepaalde gebeurtenissen die een impact op hun leven hadden gehad. De gesprekken vonden plaats in het Papiaments, de Creoolse taal van het eiland. De jaren 80 kwam vlak na 30 mei 1969 een historische dag op Curaçao. In die periode begon men langzamerhand het belang in te zien van oral history voor de lokale geschiedschrijving. In feite zette ik het werk door van de bekende etnoloog Alice Juliane en de katholieke priester Paul Brendeker, die reeds in de jaren 50 en 60 waren begonnen met de systematische verzameling van mondelinge verhalen op de Nederlandse Caribische eilanden, in het bijzonder Curaçao. Hun oudste informant was rond 1853 geboren, ofwel 10 jaar voor de officiële afschaffing van de slavernij op de eilanden. Hun opnamen zijn opgeslagen als de Ziek in Zaak-collectie, die ongeveer 1410 opnames van vertellingen en liederen omvat. Maar hun collectie is veel meer dan de Ziek in Zaak-collectie. Ook op de andere eilanden van de Nederlandse Cariben hebben mensen met behulp van oral history baanbrekend werk verricht. Zoals met name Vivian Graham op Sint Eustatius, Camille Bailey op Sint Maarten, Will Johnson op Saba, Frans Boy, Max Santiago en later ook Boy Antoine op Bonaire en op Aruba Ito Tromp. Op iedere eiland heeft de bevolking haar eigen manier gecreëerd om dit slavenverleden in het geheugen te bewaren. Mijn lezing gaat voornamelijk over de verhalen van Curaçao. Heel lang zijn de geschreven bronnen, die in de meeste gevallen tot de koloniale archieven behoorden, als de enige erkende bewaarplaats van historische kennis en informatie beschouwd. Archieven zijn in de koloniale situaties meer dan alleen een ruimte voor bewaring en herinnering. Ze zijn tevens belangrijke artefacten van macht, om de wetenschapper Vincent Brown te citeren. Men dient bij het bestuderen ervan dan ook de vraag te stellen wat de archieven ons willen vertellen, maar zeker ook niet willen vertellen. De koloniale archieven hebben als het ware de neiging om de momenten van historische belang en de stemmen van mensen zonder macht het zwijgen op te leggen, zoals Miguel Trullo dat stelt. Orale geschiedenis heeft verschillende betekenis. Oorspronkelijk is mondelinge geschiedenis gedefinieerd als getuigenissen en persoonlijke herinneringen van mensen die bepaalde gebeurtenissen uit de eerste hand hebben meegemaakt, of die dicht genoeg waren bij de gebeurtenissen om deze te herinneren. Het accent van de mondelinge geschiedenis lag op het verzamelen van gegevens over het verleden door middel van ooggetuigen verslagen van historische gebeurtenissen. De methode van mondelinge geschiedenis wordt vaak gebruikt voor het verzamelen van materiaal, dat ook wel eens orale traditie genoemd. En deze bestaat uit verhalen, mythes, liederen, spreekwoorden en andere informaties die van generatie op generatie mondeling wordt overgebracht. Ooggetuigensverslagen worden soms verhalen, omdat ze van generatie op generatie mondeling worden doorgegeven. In gewone spraak kan mondeling geschiedenis eveneens verwijzen naar het praten over het verleden, op manieren variërend van terloops herinneringen ophalen tussen familieleden, buren of collega's, tot meer geritualiseerde en of ceremoniële verslagen van specialisten die cultureel gesanctioneerde traditiedragers zijn in een formele setting. Ook in het Caribisch gebied is men gaan beseffen dat binnen de context van Caribische culturen en identiteiten de mondeling doorgegeven geschiedenis een zeer belangrijke plaats inneemt in het sociale leven, waarbij voornamelijk ook de creatieve energie die eruit voortvloeit de nodige aandacht vergt. De betekenis en waarde van mondelinge geschiedenis als methode wordt steeds meer erkend in een breed scala van academische discipline. Historici hebben oral history gebruikt als bronnen
om van groepen voor wie andere soorten gegevens ontbraken of schaars waren het verleden te achterhalen, weer te geven en te interpreteren. Deze mogelijkheid om de geschiedschrijving als het ware te democratiseren heeft zich ook buiten de academische wereld uitgebreid. Steeds meer musea's, bibliotheken, buurtgemeenschappen, kerken, vakbonden en andere groepen maken mede gebruik van oral history om hun eigen geschiedenis te documenteren. Het fungeert ook als een krachtig instrument bij de decolonisatie van de traditionele geschiedschrijving. Daarbij worden de mensen zelf betrokken bij het ontdekken en vastleggen van hun eigen geschiedenis en ook bij de kritische beoordelingen van oude en nieuwe verhalen over hun verleden. Een vraag die zich bij de orale geschiedenis voordoet is of de levensverhalen die men vastlegt sociale constructies zijn waarop men willekeurige interpretatie kan loslaten of dat ze toch de realiteit vertegenwoordigen. Mensen kijken terug op hun leven aan de hand van hun verhaal dat ze aan de interviewer vertellen. Ze geven hun kijk op bepaalde gebeurtenissen in hun leven en vertellen hoe zij die gebeurtenissen hebben ervaren. Het gaat om verhalen van vreugde en overleving of verdriet en trauma. De beleving kan invloed hebben op het proces van herinneren, het al dan niet willen doorgeven van deze herinneringen, als ook het selecteren van de persoon aan wie men die verhalen wil doorgeven. In samenleving waarin de orale cultuur voortleeft, waarin de levensverhalen van oud tot jong worden doorgegeven, wordt ook deze kijk en ervaring van generatie op generatie overgebracht. Oraliteit is een overheersend kenmerk van de Curaçaose samenleving. Een groot deel van de culturele traditie die naar Curaçao kwam, werd vervoerd door de slavenschepen en overleefde in de vorm van verhalen, de spreekwoorden, liedverhalen, mythen, volksverhalen zoals de Anansi-verhalen, sprookjes. En die in voornamelijk mondelinge vorm werden doorgegeven. Dit verhalend erfgoed heeft nog steeds de primaire functie van het begrijpelijk trachten te maken van de complexe wereld. Eeuwenlang hebben Curaçaoanaars, net zoals andere Caribische volkeren die ook slavernij hebben gekend, de mondelinge overlevering niet alleen gebruikt als communicatiemiddel, maar eveneens als wapen om weerstand te bieden aan discriminatie en onderdrukking en om de persoonlijke, sociale, culturele en politieke identiteit te laten gelden. De term oraliteit duidt niet alleen maar op spraak, maar opvat tevens lichaamsgebaren, fonetische uitspraak van klanken, van woorden, manipulatieve stiltes, de waarde die aan het spreken wordt gehecht, als ook muziek, luisterdialogen, raadsels en spreekwoorden. Oraliteit is ook ontegenzeggelijk performance. Bij interviews voor orale geschiedenis zijn doorgaans een interviewer en een verteller betrokken. De verteller vertelt diens verhaal in eigen woorden, daarbij geleid door vragen van de interviewer, terwijl laatstgenoemde zoveel mogelijk empathisch luistert. De interviewer moedigt de verteller aan zich zoveel mogelijk details te herinneren, te verduidelijken wat onduidelijk is en verbanden te leggen tussen schijnbare losse herinneringen. Verder bevraagt de interviewer tegenstrijdigheden en probeert hij of zij nadere betekenissen te achterhalen. Er wordt gesteld dat een goede interviewer aandachtig luistert naar het verhaal en probeert te achterhalen wat de verteller tussen de regels door met het verhaal wil bereiken. Ook moet de interviewer soms de moed hebben om lastige vragen te stellen. Mijn ervaring met deze vorm van werken is dat de interpersoonlijke dynamiek tussen verteller en interviewer toch dikwijls mechanisch blijft en dat echt diepgaande, intense verhalen aanvankelijk achterwege blijven.
Ik heb meer kunnen bereiken wanneer er een vertrouwensrelatie tussen de versteller en mij kon worden opgebouwd. Zo'n relatie hield vaak in dat ik ook informele hulp verschafte die niet aan het onderzoek gerelateerd was. De orale bronnen geven mede inzicht in wat Gloria Wecker in haar baanbrekend werk White Innocent, Paradox of Colonialism and Race, het culturele archief noemt. De term culturele archief, weliswaar door Edward Said bedacht, wordt door Wecker breder gerelateerd aan ras en sekse, maar vooral voor wat betreft witte mensen. Zwarte mensen hebben ook een cultureel archief, zoals Patty Gomez dat stelt in haar boek. Alex van Stripian stelt dat deze patronen strekt bepalend kunnen zijn voor het mentale erfgoed. Orale bronnen worden niet zomaar doorgegeven, doch soms slechts binnen de intimiteit van de eigen familie. Ze worden onderdeel van de familie die verhalen die vaak te maken hebben met wat men als privézaken ziet, die zeer gevoelig kunnen liggen. Het zijn soms zaken waar men liever geen rugbaarheid aan wil geven en die meestal fluisterend achter gesloten deuren doorvertelt, maar die toch belangrijk worden gevonden om aan het nageslacht door te geven. In het papiaments worden deze verhalen historia di familia genoemd, hetgeen vertaald kan worden als familiegeschiedenis. Deze historia di familia is veelal de mondeling overgeleverde familiegeschiedenis en vormt een belangrijk onderdeel van de vertelcultuur. De verhalen kunnen variëren van opgewekte tot sombere verhalen over wat één of meerdere familieleden eens hebben meegemaakt. Het kunnen tevens verhalen zijn waarin men vermeldt wie tot de familie behoort en wie niet. Door middel van dergelijke familieverhalen worden de tradities en het verleden levend gehouden, zoals onder andere geldt voor verhalen die over de slavernijperiode en de periode daarna gaan. Een deel van deze familieverhalen valt dan ook binnen wat men noemt de stiltes in de geschiedenis. De eerder genoemde Haitiaanse Amerikaanse antropoloog en historicus benadrukt dit in zijn boek Silencing the Past. En hij zegt dat het verleden, als het pijnlijk wordt ervaren, vaak verdoezeld wordt om zo gauw mogelijk vergeten te worden. En tijdens mijn zoektocht naar gegevens over het historisch vergeten groep kwam ik heel vaak deze stiltes tegen. Tijdens mijn onderzoekswerk kreeg ik familieverhalen altijd pas na enkele bezoeken te horen. Soms mocht ik het verhaal niet opnemen en moest mijn bandrecorder uitgezet worden. Er moet dus een vertrouwenbasis worden geschapen. En zelfs wanneer de verteller dan zover is om met mij onderzoeker over een gebeurtenis te praten, dan wordt het ook gedaan met allerlei geheime taalconstructies, zoals door middel van spreekwoorden of liederen die de gebeurtenis op bedekte wijze verwoorden. Ook de lichaamstaal speelt hierbij een belangrijke rol. Een heel voorkomende lichaamsbeweging bij het vertellen is het naar boven schuiven van de lippen als men het over iemand in de buurt heeft van wie men de naam niet wil noemen. Of het sluiten van de ogen terwijl men het gezicht draait om afkeuring kenbaar te maken. Even een moment, even zoeken. Ja. Ik heb de papieren enigszins. Ja. Slavernij was ook een van de thema's waarover vaak binnen de contraien van de eigen familie werd verteld, maar waarover niet openlijk werd gesproken. En zeker niet met de eerste bezoeker, zoals in dit geval een interviewer. Waarom wil je die informatie hebben over die periode? Of wij weten er niks van, hoorde hij dan. Het leek op een disassociatie met dit specifieke verleden. Ook Alice Juliane en Paul Brendeker merkten dat op, dat hun informanten niet bij het eerste bezoek over slavernij en slavernijgeschiedenis begonnen te praten, maar pas nadat een vertrouwensrelatie was opgebouwd.
Onderzoekers verklaarden dit zwijgen als schaamte. Zo meldde Harry Houtink in zijn proefschrift van 1958... dat nazaten van de tot slaafgemaakte zichzelf graag klassificeerden als mensen die reeds voor 1863 vrij waren geweest, in plaats van mensen die op 1 juli 1863 vrij waren geworden. Maar tegelijkertijd had men soms, als je op bezoek ging, had men toch wel die vrijheidsbriefjes van 1863 prachtig ingelijst en pontificaal aan de muur opgehangen. Wellicht wilden sommigen niet worden herinnerd aan een periode waarin men als een dier werd behandeld, zoals het lied Katibu Tagalia Mama, de slaaf is gelijk een kip, aanduidt. En legde men liever de nadruk op de bevrijding, conform het lied Libertad Galité, Chomis Tabailaba Sukopra, vrijheid, gelijkheid, de Chom zal voortaan zelf zijn pispot moeten wassen. Familieverhalen geven tevens een beeld van hoe men de geschiedenis wil vastleggen voor het nageslacht. Bij Matuda, die 103 jaar was toen ik haar in 1983 interviewde, kon ik na enkele bezoeken met haar over haar familie praten. Matuda, van wie hoorde u hoe het geweest is tijdens de slavernij? Mijn vader vertelde mij hierover. Hij vertelde ons altijd na het eten een verhaal. Dit gebeurde vlak voordat wij onze rozenkrans hadden gebeden voor het slavengaan. Hij vertelde ons wat zijn grootouders Grandinang hebben verteld. Ze zijn allemaal reeds overleden. Hoe oud was uw vader toen hij in 1921 stierf? Dat weet ik niet. In die dagen wisten de mensen niet hoe oud ze waren. Hij vertelde me wel dat hij in de slaventijd was geboren. Toen hij een kleine jongen was, kwam een dokter naar de plantage en vroeg de eigenaar om een slavenkind. Hij had iemand nodig om zijn kantoor schoon te maken. De eigenaar vroeg dit aan mijn moeder, aan de moeder van mijn vader. O nee, zei deze, als hij vertrekt, raak ik hem kwijt. Nee, zei de eigenaar, de dokter zal goed voor hem zorgen. Hij is immers een arts. Mijn vader was toen een klein jochie en ging niet naar school, maar naar de catechismusles. In familieverhalen speelt de natuur soms een belangrijke rol. Tijdens een gesprek dat ik had met Victor Bartholomeus, die in 1929 was geboren en werd gezien als een soort griot van Bandabou, werd mij duidelijk gemaakt dat vroeger op Bandabou de authentieke bomen niet werden omgekapt. Iedere boom kreeg de naam van een familielid, waardoor de faam van deze persoon zich over meerdere generaties kon uitstrekken, nagelang de ouderdom van de boom. Aan de hand van de boom werd tevens het typisch verhaal van zo'n familielid herdacht en vaak doorverteld aan de overige familieleden. Het kan worden gezien als een behoefte om de eigen identiteit te begrijpen aan de hand van de familiegeschiedenis zoals die steeds wordt doorgegeven. Deze verbinding tussen familie en natuur concretiseert ook het historisch besef. De doorgegeven fragmentarische herinneringen over de slavernij kunnen ook een belangrijk licht werpen op het denken over het verleden. Een voorbeeld zijn de bekende Luangos-verhalen die naar de Luangos verwijzen, een belangrijke groep van de uit Afrika gebrachte slaafgemaakte. Deze mythische verhalen gaan over de tot slaafgemaakte die naar Afrika konden terugvliegen, mits ze geen zout hadden gegeten. De achterblijvers zongen Kantika di Bulabai, waarin ze memoreerden hoe hun lotgenoten waren weggevlogen. Zelfs konden zij dat niet, omdat ze wel zout hadden gegeten. Zout bond immers iemand aan de aarde. Deze verhalen en liederen symboliseren het verlangen om een situatie te ontvluchten, heimwee naar het land van herkomst of de mogelijkheid om aan slavernij te ontsnappen.
Een bijzondere vondst werd gedaan tijdens een gesprek in 1986 met Nicolaas Petrone, waarin hij een lied zong dat oorspronkelijk vlak na de Curaçaose slavenopstand van 1795 werd gezongen. Op 17 augustus van dat jaar begon op Plantage Knip in het westelijk deel van het eiland een opstand van de slaafgemaakte onder leiding van Tula, Bastiaan Carpata, Louis Mercier en Pedro Wacao met externe hulp van vrouwen en bevrijde mensen. Die opstand was de grootste in de geschiedenis van Curaçao in termen van het aantal deelnemers, de geografische spreiding en het aantal dagen dat deze duurde. Het lied dat Petrona voorzong luidt als volgt. Papa siwe at a negre tribi kalanta ku blanco. Papa siwe at a negre tribi kalanta ku blanco. Horke mate. Papa siwe, kijk die brutale neger die opstond tegen de witte. Papa siwe, kijk die brutale neger die opstond tegen de witte. Hang hem, dood hem. Petrona was in 1898 geboren, dus 103 jaar na de opstand. Zijn moeder had dit gehoord. Zijn moeder had gehoord dat dit lied door huisslaven in opdracht van de slaveneigenaars werd gezongen nadat Tula, de leider van de slavenopstand, in oktober 1795 was opgehangen. Het feit dat dit een cantiga di tambu was, of zowel een lied van het tambu-genre begeleid door een Afrikaanse trom, geeft te denken. De tekst heeft, zoals meestal het geval is bij tamboe-liederen, duidelijk een creatief gecodeerd aspect. Hoewel het nummer in opdracht van de slaveneigenaar werd gezongen, hadden die geen controle over de gecodeerde tekst. De tekst suggereert op het eerste gezicht een negatieve waardeoordeel over Tula, als iemand die zich niet aan de geldende regels van onderwerping had gehouden en in opstand was gehouden. Dat blijkt zeker uit de laatste twee regels, Horke, Mate, die verwijzen naar de manier waarop Tula en de andere opstandleiders werden gestraft, namelijk met dood door ophanging. Een negatieve waardering van Tula lijkt ook in de eerste instantie tot uitdrukking te komen middels het werkwoord Lantaku. Lantaku betekent opkomen tegen en het wordt meestal gebruikt in de zin van opstaan tegen iemand in een hogere of machtige sociale positie, zoals een arbeider tegen een werkgever, een kind tegen diens ouders of een vrouw tegen een man. In het lied wordt Tula een zwarte man die zich verzette tegen de onderwerping van zijn volk aan de witte tribi of brutaal genoemd. Het is echter vermeldenswaard dat het bijvoeglijke naam tribi meerdere connotatie heeft. Niet alleen maar brutaal, maar ook onbeschaamd en gedurf. Betekenissen die een positievere inslag hebben. Hetzelfde geldt voor het werkwoord lantaku, dat ook positiever kan worden gebruikt in de zin van opstaan tegen een onderdrukkende macht. Het is heel goed mogelijk dat toen de slaafgemaakten het lied in opdracht van hun eigenaar zongen, als een lied dat Tula bekritiseerde, zij het voor zichzelf herinterpreteerden en daar heimelijk een meer verheffende betekenis aan gaven ten gunste van Tula. En dit zou ook in lijn zijn met de bekende praktijk van onderdrukte mensen om verbuigingen, dubbelzinnigheden, toespelingen en metaforen toe te passen om te camoufleren wat ze in werkelijkheid bedoelen. Dit voorbeeld laat zien hoe het gebruik van orale traditie als historische bron een andere dimensie toevoegt aan de geschreven bronnen en de complexe subjectiviteit van degenen die tot slaaf zijn gemaakt onderstreept. Alice Juliane en Brendeker hebben 30 jaar voor mij ook een soort gelijk lied verzameld. Dit feit, alsof het feit dat hun informant ouder was dan de mijne, duidt erop dat dit lied van generatie op generatie werd doorgegeven en kennelijk van veel betekenis is geweest
voor de opeenvolgende generaties. Dit laatste lijkt ook te worden bevestigd door het feit dat het lied niet alleen maar bekend was op Bandabo, het westelijk deel van het eiland waar de opstand had plaatsgevonden en waar de informant van Juliana en Brendeke vandaan kwam, maar ook op Bandariba, het oostelijk deel van het eiland waar mijn informant woonde. Uiteraard heeft ook de impact van de slavenopstand van 1795 op de Afro-Curaçaose samenleving bijgedragen aan het voorbestaan van dit lied als orale traditie. De compilatie van alle overheidsdocumenten met betrekking tot de opstand is in 1774 gepubliceerd door het Nationaal Archief onder leiding van Alexander Paula. En het laat duidelijk de omvang en de intensiteit van deze slavenopstand zien. Het is de beste gedocumenteerde opstand, terwijl ook de stemmen van de hoofdrolspeler van de opstand in de gerechtelijke bronnen duidelijk aanwezig zijn. En wanneer men deze documenten tegen de stroom inleest, verschaffen ze waardevolle informatie over het denken van de slaafgemaakte die leidende positie hadden, maar jammer genoeg minder over de volgelingen. De herinnering van deze belangrijke opstand, destijds bekend onder de naam Guerra de Neger, bleef heel lang bewaard en werd van generatie op generatie overgedragen via de mondelinge traditie, maar ook duurzaam vastgelegd in de namen van plekken waar er gestreden is, zoals de Cerro de Neger, de heuvel waar de enorme slag is gestreden tussen de slaaf gemaakte die voor hun vrijheid vochten en de koloniale slaaf. Ook de doorwerking van de slavernij na de afschaffing ervan in 1863 blijkt duidelijk in de verhalen te worden vastgelegd door orale geschiedenis. Na 1863 werd de economische omstandigheden voor de nazaten van de slaven op Curaçao niet veel beter. Zoals Alice Juliana het beeld te uitdrukken, Aina e herida, cucadena di sclavitud alla ganapia di mi pueblo de Sagapus. De wonden die de ketenen hebben achtergelaten op de voeten van het volk zijpelden nog heel lang poes uit. De afschaffing van de slavernij bracht geen nieuwenswaardige verandering teweeg in de maatschappelijke positie van de grote groep voorheen tot slaafgemaakte. Terwijl de slavenhouders financieel werden gecompenseerd door het verlies van hun zogenaamde eigendom, ondervingen de bevrijde mensen niets in ruil voor hun uitbuiting en voor de mensonterende ervaring om als niet-menselijk object te beschouwd te worden. Deze groep voegde zich bij de reeds voor 1863 grote groep van mensen die een zeer moeilijke uitgangspositie hadden als nieuwe burgers in een samenleving waarin de politieke, sociale en economische machtsstructuur van de oude slavensamenleving stevig overeind bleef. Didi, een in 1902 geboren informant die als kind op een plantage woonde, vertelt wat het betekent om na 1863 in het pagatere-systeem te verblijven, waarbij men van de plantage-eigenaar wel een stuk land kreeg om een huis op te bouwen en landbouw op te oefenen en ook het hoognodige drinkwater kon krijgen, maar waarbij men toch wel onder diens willekeur moest leven en men ook naar alle mogelijkheden zocht om zo gauw mogelijk onder diens heerschappij vandaan te komen. Sali voor die Pia de Chon. Didi vertelt: als ik 's middags uit school kwam, stuurde mijn moeder mij om water uit de tanken op de plantages te halen. Mama zei toen: ga water halen, dan bak ik wat mais voor jou. Ik deed dat heel graag, want ik zou mais krijgen. Maar de koeien van de eigenaars gingen daar ook drinken. En zij urineerden dan in de tanks. Wanneer wij dus water gingen halen, was het water groen van de koeienpis. Heel naar was dat. Zoiets zou nu niet kunnen gebeuren. Wanneer ik dan thuis kwam met het water
en het aan mijn vader, mogen zijn zielen rusten, vertelde, leerde hij ons om wat cactussen te snijden en in het water te zetten, dan te roeren en te roeren. Het water zou dan lebbe-lebbe, slijmerige massa creëren, waaraan het vuil zich vastkleefde. En wij konden dan water opdrinken. Dat was water. Er was geen andere plek waar wij water konden halen. En toch hadden Sean veel waterbronnen op zijn stuk land. Maar dat was voor hun gebruik. Men kon er ook niks van zeggen. Toen het verschrikkelijk werd, gingen we de Sean toch om wat water te halen. Luister, als je slechtheid niet hebt meegemaakt, weet je ook niet wat slechtheid is. Nu besef ik dit, maar toen wij in het probleem zaten, beseften we dat niet. Tegenwoordig denken mensen misschien dat wij in die tijd dwazen waren. En als ik mijn kleinkinderen vertel hoe wij water moesten drinken waarin de koeien op de van de plantage-eigenaars hadden geplast, zeiden ze, maar opa, waarom deed je er niks aan? Het blijkt duidelijk dat ook de verhalen van na de slaventijd in de familie werden doorverteld en de jongere generatie er soms hun eigen invulling aan gaven. De doorwerking van de slavernij, gekenmerkt door de beperkte sociale-economische mogelijkheid die de nazaten van slaafgemaakten hadden, is ook duidelijk herkenbaar in de orale geschiedenisverhalen die op migratie betrekking hebben. Het vertrek naar elders in de regio voor werk fungeerde als een belangrijke overlevingsmechanisme door zowel mannen als vrouwen. Ook weer van onder de dominantie van de Sjong vandaan te komen. Een van de meest bekende immigratiegolven was die naar Cuba aan het begin van de 20e eeuw. Daar moesten voornamelijk mannen op suikerrietplantages in het oosten van Cuba werken, onder omstandigheden haast vergelijkbaar aan die van slavernij. Van die immigratie heb ik heel veel levensverhalen kunnen vastleggen van mannen en vrouwen die vertrokken en terugkwamen, als ook van achterblijvers. Het merendeel van deze verhalen ging over de teleurstelling van mensen die door de koloniale overheid aan hun lot werden overgelaten en die zichzelf moesten zien te redden uit erbarmelijke omstandigheden. Het verlangen om de lokale armoede te ontvluchten werd verwoord in liederen zoals Yuchi Prins Takuba Mikabai. Yuchi Prins, de naam van de ronselaar, naar Cuba wil ik gaan. Het was een Cuba waar zelfs de hagedissen met dollars rondritselden. Maar ook een Cuba waar de straffen bij het minste en geringste zo zwaar waren dat je het feit verwenste dat je ooit geboren was. De immigratieverhalen tonen verscheidenheid in wat migranten van hun leven hebben gemaakt en de daarmee gepaarde emoties, waarbij teleurstelling wel de overhand heeft. Als reflectie, ik hoop aan de hand van een reeks concrete voorbeelden te hebben onderbouwd dat oral history een belangrijke, onmisbare component is als het gaat om een waarheidsgetrouwe geschiedschrijving te hebben, waarin men ook de stemmen wil laten horen van de groepen die traditioneel niet in de geschiedenisboeken worden beschreven. Oral history brengt de verzwegen geschiedenis aan het licht en verschaft aanvullende informatie en nieuwe inzichten. Slavernij is in de Caribische samenleving een indringende gebeurtenis geweest die mensen heel lang is bijgebleven. In deze samenleving, waarin de orale cultuur voortleeft, worden de herinneringen van slavernij bewaard en van oud tot jong doorgegeven. Het kunnen verhalen zijn van leed, verdriet en trauma, maar ook van weerstand, weerkracht en overleving. Er wordt zo op betekenisvolle wijze een brug geslagen tussen verleden en heden. Als wij de geschiedenis slechts baseren op het perspectief van de dominante groepen en niet het perspectief van de onderdrukte groepen meenemen, dan blijven wij mentaal geketend in het Stranang Naketi, in het papiaments in Kadena, aan die dominante, eenzijdige en meestal vertekende blik op ons verleden. Orale geschiedenis, misdeskundig toegepast, biedt ons de kans om tot een meer representatieve en betrouwbare
geschiedschrijving te komen. En zo het door onze voorouders ingezette emancipatieproces te voltooien. Ik dank u allemaal voor uw aandacht. Rosemary Ellen, hartelijk dank voor deze hele bijzondere lezing. Ik zit op. Ja, dat is gelukt wel. Ik heb nog een aantal vragen naar aanleiding van uw lezing. En ik wil het publiek en ook de mensen die kijken via de livestream van harte uitnodigen om vragen in te sturen via de Mentimeter. De code staat hier achter op mijn scherm: 2127-0251. Ja, ik moet even. Ja, wat interessant was, vorige Kitty Kotti-lezing hadden wij Sir Hilary Beckles. En hij heeft het onder andere gehad over reparations. En over het 10-point reparations plan vanuit de CARICOM. En even voortbordurend op dus de vorige lezing en de vraagstukken die nu spelen, vroeg ik me eigenlijk af op welke manier orale geschiedenis bij kan dragen aan het vraagstuk van reparations. Dat is een heel interessante vraag, inderdaad. Als je het hebt over reparatie, heel vaak denk men aan de financiële aspecten daarvan. Maar reparatie houdt ook in het zoeken naar waarheid, historische waarheid. Het zoeken naar verzoening, maar voornamelijk het zoeken naar historische waarheid. En ik denk dat als je dus de historische waarheid wilt benadrukken, want dat is in feite het doel van de geschiedenis ook, dat orale, hoe meer bronnen je hebt, hoe beter. Dus naast de geschreven bronnen, orale bronnen zijn ook dan belangrijk, omdat ze dan de stem van degene die dat hebben meegemaakt en die van generatie op generatie is overgedragen, dat gehoord wordt. Dus orale geschiedenis dient. Dat geldt ook voor andere bronnen, bijvoorbeeld als de archeologie. Maar ik ben het nu bezig met orale geschiedenis. En ik denk dus dat de orale geschiedenis, omdat die de stem laat horen van mensen die bepaalde dingen hebben meegemaakt, dat ook belangrijk is om die te horen. Het geeft een extra dimensie, een emotionele dimensie aan de geschiedenis ook. Voornamelijk wat betekenissen, de betekenissen die ze geven aan bepaalde dingen. Ja. Het lijkt me ook echt een verrijking meer. Dat is voor een complete beeld, ja, natuurlijk. Ja, hoe meer bronnen, hoe beter, uiteraard. Ja. En u sprak in het begin over democratisering eigenlijk van dus de orale geschiedenis, of eigenlijk orale traditie in het geval van slavernijverleden. Ja. Wat denkt u dat de oorzaak daarvan is? Dat het steeds populairder wordt eigenlijk, of meer gebruikt? Ik denk dus dat mensen steeds meer inzien dat de geschreven bronnen een deel van het verhaal vertellen. En dat het toch wel heel belangrijk is om het andere deel ook te horen. Want je merkt inderdaad dat het niet alleen maar gaat om de orale geschiedenis over slavernij, maar ook bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog. Mensen die bepaalde dingen hebben meegemaakt, dat is heel interessant en heel belangrijk om die. Het is ook een soort healingproces voor de mensen die bepaalde dingen hebben meegemaakt. Op scholen bijvoorbeeld worden kinderen gestimuleerd om orale geschiedenis met hun ouders of hun grootouders te hebben. En dat creëert ook een band, dat creëert ook een kennis. En voor de kinderen ook heel belangrijk om die kennis te hebben. Dus het democratiseren inderdaad, omdat het te maken heeft met ook de stemmen van mensen die niet gehoord werden in het verleden, die waarvan de stem soms gebagatelliseerd werd. Dus niet ter zake, maar tegenwoordig toch wel als belangrijk wordt gezien om een meer volledige geschiedenis te benadrukken. Ja. En wat ik me eigenlijk ook afvroeg van u had het ook in uw lezing over van dat je ook vaak te maken krijgt met logisch echt pijnstukken die je dan bespreekt met de mensen die je interviewt.
Merk je nou ook dat er, merkt u ook dat er verschillen zijn in de verhalen die verteld worden met generaties, bijvoorbeeld tussen een oudere generatie of een jongere generatie? Het hangt vanaf hoe het verhaal wordt doorverteld. Bij de wat jongere generatie nu merk je dat ze op een heel andere manier de verhalen benadrukken. En dan gebruiken ze meer de digitale vormen dat ze zelf op pad gaan om deze verhalen te verzamelen. Maar er is een periode geweest waarin mensen minder aandacht besteden aan dit doorgeven. Want die verhalen die ik heb, die voorbeelden die ik heb gegeven, dan zie je dus dat die mensen iedere avond met elkaar samen waren en die verhalen overdroegen aan de jongere generatie en dat de jongere generatie ook hun vragen stelde. Maar er was een moment in de geschiedenis, meer in de jaren 60, dat ja, met de komst van de televisie en dat soort dingen, dat men daar minder aandacht aan had. En daarom was het ook heel belangrijk om in die periode die verhalen te verzamelen. Alice en Brendeke waren net op tijd om deze verhalen te kunnen verzamelen, zodat ze niet voor het nageslag verdwenen waren. Dus er is een moment in de geschiedenis waarin inderdaad door ja, de samenstelling van de families gingen, woonden niet zo vaak intens bij elkaar, dat er deze verhalen minder werden doorverteld. En dat het eigenlijk de wetenschappelijke verzameling op het juiste moment was om dit te kunnen doen. Ja. En was er nou bijvoorbeeld dan ook een verandering in onderwerpen die aan bod kwamen? Bedoel je dus in de loop der tijden, voor wat waar dus de mensen belangstelling hebben? Wat ik wel gezien heb, is dat er in de loop der tijden wat belangstelling is geweest voor de opstand van 1795. En ik denk dat dat ook een beetje het gevolg is van mensen die zich hebben ingezet en in een periode waarin dat een beetje met een argwanend werd toegekeken, maar dat ze hebben doorgezet om de opstand van 1795 te herdenken. En dan kijk ik ook een beetje in de richting van Ruben Severina, die daarbij ook een belangrijke rol heeft gespeeld. Maar ook mensen zoals Eugène Godfried en Richard Hooy, die een belangrijke rol hebben gespeeld om de slavernijopstand te herkennen en ook kenbaar te maken onder een grote groep van de bevolking. Dus dan zie je inderdaad dat voor wat betreft dit soort thema ook meer belangstelling is. Maar er zijn andere verhalen uiteraard. Ik had het over de Luangen-verhalen, maar ik zou ook kunnen vertellen over de Anansi-verhalen. Er zijn ook verhalen die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Andere slavenliederen of liederen van de slaafgemaakte die verzameld zijn, zoals de Dikimanere. Waarom ben ik hier? Het is een lied dat tijdens de slavernij werd gezongen, maar ook daarna. Omdat het thema van het lied ook van toepassing kan zijn in een periode na de slavernij. Dank u wel. Ik heb zelf nog wel één vraag. Wat voor invloed heeft nou bijvoorbeeld social media en het uitdragen via social media kanalen en orale traditie en verhalen? Wat ik nu merk is dat onder de jongere generatie dat er heel veel aandacht is inderdaad. En dat ze andere middelen gebruiken om deze vast te leggen en deze te verspreiden. Dus dat is het positieve van de sociale media inderdaad. Dus dat de jongere generatie daarmee bezig is en op hun manier deze verhalen verspreiden. Ja. Ik heb een vraag van de kijker thuis. En het staat, in hoeverre beïnvloedt de koloniale verhouding tussen Curaçao en Nederland de emancipatie van de Afro-Curaçaoënaar? Kolonialisme is nooit goed. Kolonialisme belemmert. Kolonialisme die geeft mensen te denken dat ze niet
bekwaam zijn. Dat ze niet... het is een onderdrukking van de geest, inderdaad. Dus als je het hebt over kolonialisme en de gevolgen van dan, de doorwerking ervan, inderdaad, geeft het ook aan. Het helpt het ook de mensen in zodanige wijze denken dat ze niet voldoen aan bepaalde criteria, dat ze minder zijn. Dus het doorgeven van minderwaardigheidscomplexen is een belangrijk onderdeel van kolonialisme. En het belemmert inderdaad het emancipatieproces. Het emancipatieproces betekent dat je toch wel geloof hebt in je eigen zelf. Weet wat je doet, weet waar je naartoe wil gaan en daarvoor inzet. Dus het belemmert zeker het emancipatieproces. En de volgende vraag die ik heb gekregen is: wat is de huidige sociaal-maatschappelijke status van Afro-Curaçaoënaars? En is er een verband met het slavernijverleden? Zoals ik in mijn lezing stelde, de Afro-Curaçaoënaars, zeker na de emancipatie van 1863, zoals dat zich heeft plaatsgevonden op de eilanden, betekent dat een heel grote groep een enorme achtergestelde startpositie hadden. En dan merk je ook dat voor kort zag je dus dat in bepaalde wijken waar de mensen echt tot 1863 tot slaaf gemaakt waren, dat zij dus een hele slechte sociaal-economische positie hadden, onderwijsproblemen en dat soort dingen. Dus vanaf die tijd merk je, en het zijn ook mensen wanneer er economische problemen zijn, die ook eerder de gevolgen daarvan ervaren. Dus ik denk dus dat er zeker meer gewerkt moet worden aan het emancipatieproces, dat ook een sociaal-economische inslag dient te hebben, waarin mensen toch wel het economisch beter zouden kunnen hebben voor wat betreft hun leven. Okay, dank u wel. Ik wil even voor in de tussentijd alvast alle kijkers van AT5 van harte bedanken voor het kijken naar de Kitty Kottie-lezing van 2022. En hier in Pakhuis De Zwijger en via de livestream gaan we door met vragen. Het gehele programma van vanavond is terug te zien op het YouTube-kanaal en de website van Pakhuis De Zwijger. Dank u wel. Ja, we zijn weer verder hierbij te vragen. Zijn er nog vragen uit de zaal? Voel je vrij om je hand op te steken? Ik zie een vraag. Er komt iemand. Oh, de meerdere vragen. Er komt zometeen iemand naar u toe met de microfoon. Staat hij aan? Nu wel. Ik maak gelijk gebruik van de mogelijkheid om twee vragen te stellen. Een tante van mijn vrouw heb ik gesproken toen ze in de 90 was. Dus heeft enkele jaar geleden is overleden. Mm. Ik heb haar gevraagd van Tula, wat kun je mij over Tula vertellen? Ze zei niks, want ze heeft er nooit over gehoord. Ze zei, ik heb het van jullie jongeren gehoord. Ze noemde mij jongeren. Ik heb het van jullie jongeren gehoord. Ben je de naam Tula tegengekomen in jouw gesprekken? Of verhalen over Tula? Dus niet verhalen die verwijzen naar, maar echt verhalen over Tula? Wie hij was als persoon? Of hoe dan ook, over de opstand. Dus onder andere het lied dat ik heb laten horen, of voorgelezen. Maar ook werd mij verteld dat door de mensen die in die omgeving woonden, dat er heel lang niets over Tula gesproken mocht worden. Mensen waren gewoon bang of werden bang gemaakt om over Tula. Want als er over Tula gesproken werd, kreeg je de kans om gestraft te worden. Dat zou ook een gevolg kunnen zijn dat mensen niet erover wilden vertellen.
Want bij heel veel van de respondenten of de informanten die ik heb, met wie ik heb gesproken, kwam de naam Tula wel naar voren. Dus ik weet niet, misschien wilde je tante niks vertellen, maar ja, het kan best. Ja. Tweede vraag is, je hoort de wildste geromantiseerde verhalen over de opstand, over de persoon van Tula en noem maar op. En ik vermoed dat een groot deel van deze geromantiseerde verhalen gewoon niet waar zijn. Hoe scheid je het kaf van de koren? Ja, dat is een heel belangrijke vraag inderdaad als je het hebt over orale geschiedenis. Om te, ja, hoe dichtbij is het met de historische werkelijkheid? Ten eerste denk ik dus de orale geschiedenis geeft ook aan welke betekenis bepaalde mensen geven aan een gebeurtenis. Want dan heb je inderdaad dat het interpretaties kunnen zijn. Maar om de historische werkelijkheid te kunnen benaderen, moet je inderdaad toch wel andere bronnen bijhalen. En geschreven bronnen, maar ik zei ook andere bronnen zoals de archeologie. Dat is ook een heel belangrijke methode om de geschiedenis te bestuderen. Dus het is, je hebt er baat bij om zoveel mogelijke bronnen te gebruiken om de historische werkelijkheid zo ja, goed mogelijk te kunnen benaderen. Maar de orale geschiedenis als bron is voor mij niet alleen maar dat het de historische werkelijkheid geeft, maar het geeft ook aan welke betekenissen mensen geven aan bepaalde gebeurtenissen, wat het voor hun betekent, hoe ze dat hebben ervaren als mens, als gemeenschap, et cetera. Dus meer de emotionele aspecten vind ik heel belangrijk om daarmee via de orale geschiedenis kennis van te krijgen. Ik zag nog een vraag uit het publiek. De heer op de tweede rij. Hallo, doet u het? Ja. Oké, mijn naam is Even den Heijer en ik had een vraag over inderdaad de oral history. Zoals bekend, Paul Brenneker en meneer Ellis waren jouw voorgangers die dat eerder hebben gedaan. En ik weet van Bonaire dat Boy Antoine dat ook heel erg goed heeft gedaan met zijn programma's Herinsia, als ik het wel heb. Klopt, ja. Is er ook een vergelijkbaar persoon of een instelling op Aruba die oral history heeft vastgelegd? Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is eigenlijk, is er al een onderzoek gedaan tussen de drie soorten oral histories, dus Aruba, Bonaire en Curaçao, hoe dat ervaren is? Want ja, Bonaire op Curaçao was dus een opstand. En op Bonaire en Curaçao niet. En dat zijn toch Bonaire en Aruba. Bonaire en Aruba niet. Ja, dus of kleine opstanden. Ja. En dus dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe is de oral history ook op Bonaire en op Aruba? En is er vergelijking te zien tussen de drie histories? Nou, op die andere eilanden zijn de mensen ook bezig met oral geschiedenis. Ik heb een lijst van namen genoemd die al in de periode van Ellis en Brenneker bezig waren. Maar daarna ook. Boy Antoine is meer van de jongere generatie. Maar hij heeft ook heel baanbrekend werk gedaan. En ook erkenning daarvoor gekregen via de UNESCO als de verzameling van het erfgoed. Maar op Aruba heb je mensen die ook oral history gedaan. Aruba, daar is men meer de aandacht gaan schenken aan de mensen, de inheemse bevolking van Aruba, die toch wel voort zijn blijven bestaan. Daar heb je Ito Tromp, Julio Maduro, die hebben daar dus interessante studies van gemaakt. En op de Engelse bovenwinden heb je dus ook mensen die zich hebben bezig. Alice Juliane en Brendeker, ook heel interessant om te vertellen dat Brendeker ook op Bonaire, toen hij tijdens de Tweede Wereldoorlog op het eiland was, dat hij daar ook interessante onderzoeken over heeft gedaan. Dat hij dus ook met mensen, oudere mensen heeft gesproken en die heeft vastgelegd in zijn studies dan. Zijn er nog verdere vragen uit het publiek?
Oh, er zijn een aantal. Ja, er komt iemand naar je toe. Dankjewel. Buonanotte, mersi danki. Mijn naam is Sigmara. Ik heb een vraag over het academisch niveau van oral history. Er is een tendens, of tenminste, er is iets gaande waarbij oral history een niveau krijgt als hij dan in de context van de academische wetenschap terechtkomt. Maar we weten wel dat academia stamt ook af van een periode van de verlichting bijvoorbeeld ook. Is dat dan niet dat de oral history toch in cadena geketend blijft als hij alleen op niveau wordt gezien als hij door de wetenschappelijke context doorgaat? Denkt u dan dat oral history op een gegeven moment toch, zoals u eerder zei, de jongere generatie gebruikt de digital resources. Denkt u dan dat oral history op een gegeven moment toch als volwaardig wordt gezien buiten academische muren? Ik denk dat oral history buiten de academie al is, als volwaardig is beschouwd. Het is binnen de academie dat men oral history zag als dat het geen betekenis had. Dat het niet waarheidsgetrouw was en dat soort dingen. Buiten de academie werd het al gebruikt. Je had de gesprekken tussen ouders en kinderen. In buurten werd het oral history gedaan om informatie te zoeken over buurten en dat soort dingen. Dus ik denk dat de tendens meer binnen de academie om oral history als niet volwaardig te zien, als niet een volwaardige methode te zien, dat nog moet komen. Alhoewel ik zie, zoals ik net zei, dus door te benoemen dat er steeds meer boeken die gebaseerd zijn op oral history, dat die dan ook in prijzen vallen, dat ook een erkenning is voor de methode van oral history. Dus ik denk dat de academia, historici hebben nog steeds wat problemen met het gebruik van oral history. Het feit dus dat ik als antropoloog gebruik heb gemaakt van oral history is ook, laat ook zien dus dat er vanuit andere wetenschappen dan de historische wetenschappen dat de aandacht voor de oral history als noodzakelijk wordt gezien en als belangrijk wordt gezien. Ja. Ik heb nog een vraag. We gaan zo meteen verder naar het. Ja, ik krijg nog een vraag van een kijker ertussendoor. En er staat: wat is uw verklaring dat 1 juli op Curaçao niet of minder breed gedragen wordt? Ik moet wel zeggen dat het steeds meer op gang komt. Dat ook in juli gedragen wordt. Maar men probeerde steeds meer aandacht te schenken op 17 augustus. En omdat vanuit het idee, en ik denk dat Robin dat veel beter zou kunnen uitleggen, want hij is ook een van de denkers daarover, dat 1795 laat zien dat de tot slaafgemaakten hebben gevochten voor hun vrijheid. Ze hebben weliswaar niet hun vrijheid gekregen, maar dat de vrijheid van 1 juli als het ware iets dat opgelegd werd vanuit de overheid, vanuit de staat. Terwijl 17 augustus 1795 iets is dat vanuit de slaafgemaakte naar voren is gebracht en gezien als een belangrijk moment om toch wel kenbaar om hun ongenoegen kenbaar te maken bij de bevolking, bij de staten. Vooral bijvoorbeeld de dialoog die Tula heeft met mensen van de tijdens zijn berechting wordt heel vaak aangehaald als ideeën die vanaf dit moment, vanaf dat moment al te maken hebben met mensenrechten. Dat hij dat benadrukte. Dus de opstand van 1795 wordt benadrukt als in feite een moment waarin de Curaçaoënaar zijn ongenoegen laat zien en zich inzet om te vechten voor
de vrijheid. En niet zoals op 1 juli het als het ware opgelegd krijgt door de staat. Dus dat is de criteria geweest. Maar ik moet zeggen dat de laatste tijd dat er ook gewerkt wordt aan de herdenking van 1 juli. Dus het begint steeds meer op gang te komen. Ja. Oké, dank u wel. En er waren nog een aantal vragen uit het publiek. Zie ik nog een aantal handen. Er komt zo meteen iemand bij u. Hallo, ik ben Helmer. Dankjewel. Dat was interessant. Wat ik me afvroeg is... je hoort allemaal verhalen van mensen. In Curaçao voornamelijk. Hè? En ik kan allemaal kan conclusies uittrekken als het gelijkenissen vertoont, neem ik aan. Maar mijn vraag aan jou is dan... het zijn verhalen van lang geleden, van persoon op persoon, generaties zelfs. Hoe kan je dan op een gegeven moment een conclusie trekken die dan valide is of significant, zeg maar? Je blijft toch misschien steken in van ja, dit kan zo geïnterpreteerd zijn, kan zo, het is subjectief. Wat ik gedaan heb voor mijn proefschrift, want ik heb ook heel veel oralistie gebruikt voor mijn proefschrift. Ik heb ook bronnen gebruikt die niet alleen maar de bronnen waren van de staat, geschreven bronnen. Ik heb ook gekeken naar bijvoorbeeld kranten in die tijd. Die geven ook een inzicht in hoe mensen denken. Hoe men denkt over bepaalde mensen. Maar ook bronnen van districtmeester die toch wel dicht bij het volk waren. En die schrijven ook dingen, die hun verslagen schrijven ze. En die geven inderdaad een van de problemen die je hebt met oral history om de periodisering. En door de geschreven bronnen, voornamelijk de geschreven bronnen van mensen die dicht bij het volk waren, om die ook te gebruiken, krijg je ook meer informatie over hoe die mensen leefden en hoe ze in die periode ook dachten. En zodat je dan toch wel met de orale bronnen overweg kan, inderdaad. Dus ik gebruik... voor mijn studies gebruik ik heel veel bronnen. Niet alleen maar de koloniale bronnen, maar ook kranten en ook andere bronnen. Dagboeken zijn ook heel belangrijk. Die geven ook interessante inzichten in het leven. Waardoor je die orale bronnen ook beter kan begrijpen en beter kan ondersteunen. Ja. Dank u wel. Ik zag hier vooraan nog een vraag uit het publiek. Hartelijk dank voor uw voordrag. Mooi. Mijn vraag is de volgende. U heeft onderzoek gedaan naar de geschiedenis, die orale verhalen opgetekend. In hoeverre tref je in de andere Caribische landen, bijvoorbeeld het Engelstalig gebied of het Spaanstalig gebied, u heeft even verwezen naar Cuba, een vergelijkbaar verhaal? Bijvoorbeeld qua thematiek. Hoe kun je ze naast elkaar zetten? Ja. Hoe zie je de eventueel verschillen, overeenkomsten? Is dat, neem ik aan, ook een bron voor u geweest? Ja. Ja. In hoeverre zijn er vergelijkbare verhalen dan die van de uwe in het onderzoek? Dat is heel interessant, inderdaad. Bijvoorbeeld de Luangos-verhalen van mensen die konden wegvliegen. Die zie je niet alleen maar op Curaçao, maar die zie je ook bijvoorbeeld de Afro-Amerikanen. Die hebben dat ook. Dus het zijn ook verhalen. En daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan en heel veel geïnterpreteerd. Wat betekent die verhalen? Waarom bijvoorbeeld wanneer de mensen zout aten, dacht men dus dat ze die konden wegvliegen? Wat betekent dat? Dat mythisch wegvliegen dan? Dus aan de hand van bepaalde studies die gemaakt zijn in het Caribisch gebied, maar ook onder de Afro-Amerikanen, kan je dus vergelijkbare situaties aantreffen die toch wel meer inzicht geven in het thema waarmee je bezig bent. Er is nog een vraag voorin. U gaf aan dat het belang van de orale geschiedenis op Curaçao. Ik vraag me af, wat is er de stand van zaken op dit moment als het gaat om
de verhalen, de conclusies uit die verhalen en de plek die je die verhalen kan geven binnen het onderwijs. Is het zo dat er in het onderwijssysteem dat er ook aandacht wordt besteed aan lessen die iets vertellen over de erfenis van Afro-Curaçaonaars in relatie tot orale geschiedenis? Ja, dat is een heel goede vraag inderdaad. Je merkt steeds meer dat het onderwijs daar aandacht aan besteedt. Bijvoorbeeld, ik heb een studie gedaan over de mensen die naar Cuba zijn geweest en hun verhalen vastgelegd. Niet alleen maar de mensen die teruggekomen zijn, maar ook de mensen die daar zijn achtergebleven. Het was een heel intensief onderzoek. En ik was in feite net op tijd om die verhalen vast te leggen. En er is voor het onderwijs een boek uitgegeven door de Fondation Materiale Pascal, FMS, over deze verhalen. Dus je merkt steeds meer dat in het onderwijs dat men steeds... Maar het probleem wordt altijd een beetje gegooid op geld. Er is niet genoeg geld om bepaalde dingen te doen. Ja. Maar er is wel aandacht en men probeert met de geringe inkomsten die men heeft toch wel bepaalde literatuur voor de jeugd te bewerkstelligen. Ja. Ik heb nog een vraag uit het publiek gekregen. Van de kijkers. Hoe heeft de orale geschiedenis effect op generationeel trauma? Ja, dat is een heel bijzondere vraag, inderdaad. Ja. Ja. Ik denk dat het vastlegt, zoals ik zei, de verhalen die ik in de loop der tijden heb verzameld, zijn niet alleen maar verhalen van trauma's, maar zijn ook verhalen van veerkracht en overleving. En verhalen van vreugde in een situatie dat toch wel niet zo leuk is. Maar het zijn allerlei soorten verhalen die die verteld worden. En uiteraard zijn er ook verhalen waarin men de situatie bekritiseert. Maar ik heb altijd kracht, en dat moet ik eerlijk zeggen, ik heb altijd kracht, zelf persoonlijk kracht kunnen putten uit de verhalen van overleving en de verhalen van veerkracht. Ja, want die laten zien dus dat mensen, ondanks het feit dat ze in een bepaalde situatie leven, dat ze toch wel de kracht hebben om vooruit te gaan. De orale geschiedenis is voor mij ook heeft ook voor mij ook als mens een heel belangrijke rol gespeeld, om vanwege de veerkracht die ik uit de verhalen kon halen. Heel nare situaties waarin mensen zich bevonden, maar toch wel de kracht hadden om zich daaruit te vechten. En dat vond ik heel belangrijk van deze verhalen. Oké, dank. Ik zag volgens mij nog wel wat handen. Klopt dat? Ja, er is nog een vraag uit het publiek. Hallo, daar ben ik weer. Ja. Mijn vraag is, hoe als je al je hebt al die verhalen gehoord, ben jij een soort van het, hoe zeg je dat? Ik denk omdat je zoveel verhalen hebt gehoord, neem ik aan dat je een soort van het geheugen bent een beetje van. Ja, geheugen van Curaçao misschien wel, of van andere plekken. Nou, ik zou dat niet stellen, maar ja. Maar je hebt wat wijsheid erover. Ja. Ik vroeg me af, als je over die plek hebt of al die verhalen samengevoegd, hoe is het trauma, hè? Moet ik dat zien als, is dat helemaal verwerkt? Of is het helemaal niet verwerkt? Of is het ergens tussenin? Is het... Of mensen die nu leven, van die afkomstig zijn van die families daar. Dat is echt mijn vraag. Ja. Ja. Trauma, inderdaad, merk je. Dus wanneer de mensen over de situatie gaan praten, vertellen hoe het geweest was, vertellen wat ze allemaal hebben gedaan om oplossingen daarvoor te vinden, of juist niet, geen oplossingen, dat ze dan in de loop der tijden door hebben geleefd met de situatie zoals dat is.
Ik denk dat de situatie van trauma toch wel heel erg ligt bij groepen die sociaal-economische problemen hebben. Want dat wordt iedere keer verwezen naar de situatie van slavernij. De situatie waarin zij in de loop der tijden, ondanks bepaalde economische en sociale ontwikkeling van de samenleving, toch zijn door blijven bestaan in, in hun eigen situatie. En eigenlijk geen vooruitzicht zien in de voor wat betreft hun leven, voor wat betreft hun sociale leven. Dus het gevoel van trauma, inderdaad, zie je denk ik dus heel vaak dus bij mensen die het, die nog steeds in armoede situatie leven. En die situatie van armoede, in die situatie van armoede niet zien dat ze vooruit kunnen, dat er naar hun geluisterd wordt, naar hun problemen geluisterd wordt, et cetera. Dus dan is het eigenlijk een trauma die in het verleden is geweest, in het verleden is ontstaan, maar die toch voortleeft aan de hand van de situaties waarmee ze meegaan. Want ik denk dat trauma inderdaad historisch is, maar als de situatie in een bepaalde niet verandert, dat je als het ware toch wel voeding krijgt voor deze trauma's. En dus dat denk ik inderdaad, als je dus ook met de mensen praat, dat er bepaalde inzichten naan voren komen waarvan je zegt, ze hebben het niet goed. En dat het eigenlijk iets is dat van generatie op generatie is doorgegeven, een situatie, sociale situatie. Dank. Ik zie nog iemand uit het publiek die wil reageren. Dankjewel. Dank voor de zeer interessante lezing. Ik wil even doorgaan op dus de orale geschiedenis. Zou je kunnen stellen dat orale geschiedenis vaak het koloniaal perspectief logenstraft? Omdat het koloniaal perspectief met name dat ook schriftelijk is vastgelegd in historische archieven terug te vinden zijn. Ik zeg dit omdat ik kom ook uit een voormalige plantage. Dat is waar ik regelmatig mee bevind. En ik confronteerde een groot oom in de jaren 80 met iets dat ik gelezen had in een boek. En over de plantage. En hij zei het volgende tegen mij. Wat in dat boek staat, die man die het geschreven heeft, heeft hier gelogeerd in de jaren 60, 70. Wij hebben hem verteld wat we willen. Jij bent van de plantage, wij vertellen jou het verhaal zoals het is. Is orale geschiedenis, wordt orale geschiedenis, of zou het niet eigenlijk belangrijk moeten zijn, even belangrijk moeten zijn, om uiteindelijk de koloniale vertekeningen te kunnen rechttrekken, als het ware. Te kunnen achterhalen. Ja. Je stelt twee dingen die heel belangrijk zijn. Inderdaad, verhalen die je krijgt, waarvan je zegt, zijn ze betrouwbaar, inderdaad? Hoe worden ze verteld? Want je hebt inderdaad die interactie tussen degene die onderzoekt en de personen die de verhalen vertellen. Uiteraard, dat is heel belangrijk. Daarom is het ook heel belangrijk om vertrouwensrelaties op te bouwen, inderdaad. Of vanuit je interesse als onderdeel van de samenleving daar. Maar het is heel belangrijk om die vertrouwensrelaties op te bouwen. Dan weet je ook wanneer mensen bijvoorbeeld dingen zeggen die niet kloppen. Want soms als je daar voor het eerst gaat en je gaat met de mensen praten,
als ze niet weten wie je bent, heb je kans dat ze, heel vaak de kans dat ze dingen gaan vertellen. Bijvoorbeeld verhalen gaan vertellen die de dingen verdoezelen of juist mooier maken dan ze zijn. Dus het is heel belangrijk dat je die basis legt, die goede basis legt, zodat je dan mensen, wanneer ze iets vertellen, vertellen en dan een andere keer een heel ander verhaal vertellen, dat je kan zeggen, oké, maar je hebt dat gezegd, wat is het verschil? Dus dat je dan toch wel vraag tegen ten aanzien van wat ze zeggen kan plaatsen. De orale geschiedenis inderdaad, vind ik zelf dat het heel belangrijk is om die ook samen met de geschreven bronnen inderdaad te plaatsen. Omdat ze, ze geven een inzicht en kennis van situaties die soms bijvoorbeeld helemaal niet in de geschreven bronnen staan. Of soms wel in de geschreven bronnen, maar op een heel andere wijze vermeld. En op een heel andere wijze geschreven. Dus ik vind het sowieso heel belangrijk om die orale bronnen te gebruiken. En uiteraard, maar je moet inderdaad ook heel goed beseffen dat je, omdat de orale, als je het hebt over orale geschiedenissen, is het mens tot mens relaties. En dat bepaalt ook hoe mensen reageren op jou, wie je bent als onderzoeker, wat je wil bewelstelligen met je onderzoek. Dus het zijn de menselijke dimensie speelt zeker bij orale traditie of orale geschiedenis een belangrijke rol. En daar moet je inderdaad ook rekening mee houden. Dank je wel. Beste mensen, we zijn alweer aan het einde gekomen van de Kitty Kottie-lezing. En graag wil ik professor Dr. Rosemary Allen bedanken voor het verzorgen van deze hele bijzondere lezing. En natuurlijk wil ik ook het publiek en de kijkers thuis van harte bedanken namens het Nintzee en Pakhuis De Zwijger. Hou de agenda van Pakhuis De Zwijger in de gaten voor toekomstige programma's. Overigens zal deze opname van de lezing van vandaag terug te kijken zijn. En ook de andere edities die hebben plaatsgevonden bij Pakhuis De Zwijger in het kader van de Kitty Kottie maand. Morgen vindt dus de jaarlijkse 1 juli Kitty Kottie herdenking plaats in het Oosterpark in Amsterdam. En voor het gehele programma kunnen jullie kijken naar de website kittykottieamsterdam.nl. Ik wil jullie nogmaals hartelijk bedanken en uitnodigen om bij de bar nog een drankje te doen. Dank u wel. Dank u wel.